zin om me even flink te misdragen. Oh, en by the way, je ziet er super strak uit in je sneaky sneak outfit. Oh, dank je. Jij ook geweldig. Double selfie! Mam wilde geen posters op de muren. Hopelijk houdt ze wel van posters die aan de vloer plakken. Tja, we moesten ze ergens laten. Er is geen plek meer op de muren, nu haar bureau daar hangt. Uitstekende grap, mevrouw Kahn. Nou, dank u, mevrouw Rooney. Oké, nu snel weg hier voordat iemand ons ziet. Oké. Wat is er mis met deze deur? Vastgelijmd. Je zei lijm alles vast. Wat? Ik heb de ramen ook gelijmd. Ik ben nogal grondig. Het is een beetje mijn ding. Ik doe ook aan calligrafie. Oké. Kathy, dit is mijn moeders kantoor, snap je? Als ze ons hier vindt, lijkt ze mij aan de muur vast. Dan moeten we het bewijs verstoppen. Wat? Ik weet bijna zeker dat ze zou huilen. Maar ik denk niet dat ik nog mooi kan huilen. Parker, er zijn wat mensen die je willen spreken. Hi Linda. Denk je dat er ook jongens naar ons programma kijken? Nee, Heather, waarom zouden ze? Het is niet voor jongens, het is voor meisjes. Lekkere dishors, Flap. Zeker weten. Boom, kippensoep. Oké, ja, goeie grap. Wacht eens even. Boom, kippensoep. Wat een opvallende uitspraak. Waar heb je het vandaan? Dat is Linda's zinnetje. Boom, kippensoep. Dat kun je alleen weten als je ook kijkt naar Linda en Heather. Jullie kijken zelf dus ook. Boemkip, je bent erbij. Ik dacht dat ik de enige was die het keek. Het is grappig. Recht uit het hart. Stop maar weer met lachen. Ja, inderdaad. Ik kijk naar Linda en Heather. Dat is de waarheid. Ze maken me aan het lachen. En lachen is heel erg goed voor je. Dus waarom pesten we elkaar voor het leuk vinden van iets grappigs? Wie zegt dat jongens geen programma's over meiden mogen kijken? De schande stopt vandaag. Als je het met me eens bent, zeg dan luid en duidelijk boom! Kippensoep! Ik zei boom! Kippensoep! Linda en Heather nu, Linda en Heather morgen en Linda en Heather voor altijd! Besties! Yeah.